Voorzitter, het demissionaire kabinet, met de nadruk op demissionair, staat op het punt om de totale controle over ons volksgezondheidsbeleid in geval van een veronderstelde gezondheidscrisis over te dragen aan de omstreden Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Als de huidige voorstellen voor een pandemieverdrag en de voorgestelde wijzigingen van de internationale gezondheidsregeling in werking treden, dan is het voortaan de WHO die bepaalt wanneer sprake is van een potentiële gezondheidscrisis en is het de WHO die vervolgens bepaalt welke maatregelen zouden moeten worden opgelegd. Quarantaine, isolatie, reisbeperkingen, digitale vaccinatiepaspoorten, de WHO kan het straks allemaal voorschrijven met alle ontwrichtende gevolgen voor onze samenleving van dien. Terwijl op dit moment de WHO slechts bevoegd is om aanbevelingen te doen ten aanzien van risico's voor de volksgezondheid, wordt voorgesteld om deze bevoegdheid uit te breiden tot elk risico met een potentiële impact op de volksgezondheid. Terwijl op dit moment nog is bepaald dat de aanbevelingen van de WHO niet bindend zijn, wordt voorgesteld om de aanduiding niet bindend te schrappen. En terwijl op dit moment nog is bepaald dat aanbevelingen van de WHO in lijn moeten zijn met de menselijke waardigheid en fundamentele vrijheden, wordt ook voorgesteld om deze waarborg te schrappen. Het is schaamteloos en ik ben heel benieuwd hoe de minister deze wijzigingsvoorstellen beoordeelt. En daarnaast wordt volledig in lijn met de SDG Agenda 2030 en de wensen van het World Economic Forum een zogenaamde One Health benadering geïmplementeerd, op grond waarvan uitdrukkelijk ook zaken als klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit, veehouderij, voedselproductie, internationaal reizen als potentiële gezondheidsrisico's worden beschouwd. Kortom, alles dat wij als mensen doen of laten kan straks door de WHO worden aangemerkt als een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid, waarna de WHO vrijheidsbeperkende en mensonterende maatregelen kan voorschrijven. Via deze route kan straks vrijwel elke maatregel die erop is gericht om meer controle en macht over ons uit te oefenen, worden gerechtvaardigd op basis van het argument dat je op de een of andere manier daarmee de gezondheid zou beschermen. Gezondheid wordt dus gebruikt als kapstok waar vrijwel alle aspecten van het menselijk leven aan worden opgehangen. Daarom is het van fundamenteel belang dat wij als Nederland te alle tijden de volledige controle houden over ons nationale gezondheidsbeleid. Dus zelfs als de huidige personen en organisaties achter de WHO het beste met onze volksgezondheid voor zouden hebben, zouden we niet akkoord moeten gaan met deze voorstellen. Maar daar komt bij dat de WHO op dit moment al is gecorrumpeerd en opereert in de schaduw van een globalistische elite. De WHO wordt grotendeels gefinancierd en gedreven door private organisaties zoals de Bill en Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, grote spelers uit de farmaceutische industrie. Personen en organisaties die vooral uit zijn op meer geld, meer macht en zeker niet het belang van de volksgezondheid bovenaan hun prioriteitenlijstjes hebben staan. Voorzitter, ik sluit af met een dringend beroep op het demissionaire kabinet. Ga hier niet mee akkoord. Doe het niet. Sta niet toe dat zo ongeveer onze laatst overgebleven nationale soevereiniteit en de vrijheden van Nederlanders worden vertrapt door een internationale organisatie die geen enkele verantwoording schuldig is aan het Nederlandse volk. En ga niet de geschiedenis in als het kabinet dat de toekomst van onze volksgezondheid en onze zwaar bevochten vrijheden definitief uit handen gaf. Dank u wel. Een vraag van de heer Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Van Beijen noemt de Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation, oftewel allemaal grote instituties die met financiering invloed zouden hebben op organisaties en indirect ook op Nederland. Waarom heeft Forum voor Democratie dan tegen het voorstel van de heer Timmermans gestemd om nader onderzoek te doen naar buitenlandse financiering die invloed op de Nederlandse politiek zou kunnen hebben? De desbetreffende motie, ik heb dat debat zelf niet gevoerd, dus die desbetreffende motie heb ik niet scherp voor ogen. Waarschijnlijk ging dat gepaard met meer inbreuken op de privacy. Zo moet je natuurlijk altijd een goede afweging maken, zeker in het geval van invloed op de Nederlandse politiek, in welke mate ook donaties van personen openbaar kunnen worden gemaakt. Wij maken bij het beoordelen van deze moties een heel duidelijk onderscheid tussen de transparantie van personen en organisaties die macht hebben, die bindende regels kunnen opleggen, en personen en organisaties die dat niet hebben en die gewoon standpunten innemen. En vermoedelijk was in de motie van de heer Timmermans dat onderscheid onvoldoende tot uitdrukking gebracht. Ja, voorzitter, dan zou je dus zeggen dat leden van het parlement en een politieke partij in Nederland met zetels in de beide kamers van de Staten-Generaal daar dan buiten vallen, want die hebben dan geen macht. Ja, voorzitter, je kunt natuurlijk hier van alles roepen over internationale financieringsstromen en wat er allemaal voor duisters gebeurt. Maar was dan bij het debat in Nederland over signalen dat dat in Nederland ook gebeurt, je niet eens komt opdagen. En alleen maar verdachtmakingen hier komt uit en vervolgens niet eens voor het voorstel stond om in Nederland er onderzoek naar te doen, dan verlies je alle geloofwaardigheid. Ja, voorzitter, het is nogal ironisch dat hier de heer Paternotte begint over verdachtmakingen. Want dat hele debat stond in het teken van valse beschuldigingen, verdachtmakingen, roddels, waarbij wij heel duidelijk hebben gezegd, wij komen heel graag debatteren over daadwerkelijk bestaande problemen, maar niet over geruchten en insinuaties die ergens in een roddelblaadje hebben gestaan. En inmiddels ook is aangetoond dat inderdaad die valse beschuldigingen niet waar bleken te zijn. De cijfers van Forum zijn inmiddels gecontroleerd. Bleek inderdaad dat wij geen geld of wat dan ook van Rusland zouden krijgen. Dus in plaats van dat de heer Paternotte mij nu gaat beschuldigen van verdachtmakingen, zou het gepast zijn als hij even zijn excuses aanbiedt voor de valse verdachtmakingen die de heer Paternotte heeft geuit aan het adres van Forum. Afrondend. Het is glashelder dat de heer Van Meijer helemaal niet bij dat debat aanwezig was, want ik heb geen enkele verdachtmaking geuit. Het enige wat wel heel veel mensen zeiden was dat als je het hebt over financieringsstromen en wie waar invloed op heeft, dat er dan heel duidelijke regels hier in de Kamer zijn. Dat je neveninkomsten opgeeft, dat je opgeeft wat voor geschenken boven €50 je krijgt. En Forum voor Democratie werkt aan geen enkele vorm van die transparantie mee en geeft dus ook geen enkele verantwoording aan de kiezer in Nederland over op welke manier je geschenken of giften of neveninkomsten krijgt die invloed kunnen hebben op je werk hier. Daarmee verlies je alle geloofwaardigheid om hier complotten te uiten over internationale duistere financieringsstromen. Voorzitter, Forum voor Democratie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor openbaarmaking van jaarstukken, jaarrekeningen. Die worden gecontroleerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft op grond van de Wet financiering politieke partijen de bevoegdheid en de taak om daar toezicht op te houden. Wij zeggen altijd, wij hebben als Kamerleden de taak om de regering te controleren. Wij controleren niet elkaar. En ik heb gezien dat in dat debat iedereen over elkaar heen buitelde van, oh, kijk eens hoe transparant wij wel niet zijn en wij willen dat politieke partijen onderzocht worden. En vervolgens, oh, wij zijn nog transparanter, wij willen dat alle kandidaten op kandidatenlijsten onderzocht worden. Allemaal taken aan de geheime diensten. Wij zitten er helemaal niet op te wachten dat dit steeds verder gaat, want er wordt steeds niks gevonden. De volgende stap is dat dan ook de partners van mogelijke Kamerleden misschien dan wel geld hebben ontvangen of hun ouders. Voorzitter, er ligt geen enkele concrete aanwijzing van beïnvloeding. Dus die valse verdachtmakingen en beschuldigingen, die moeten echt een keer ophouden. Zeker nu ook nog eens is bevestigd dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat wij inderdaad op geen enkele wijze dan ook maar beïnvloed zouden worden door welke entiteit dan ook. Het is werkelijk krankzinnig dat deze beschuldigingen, dat de heer Paternotte daar gewoon maar mee blijft doorgaan, alleen maar om die valse schijn hoog te houden. Mevrouw Thiele. Ja, met harder praten krijg je niet meer gelijk. Voorzitter, ik blijf het betreuren dat we in deze Kamer niet een soort fact-check of zoiets hebben. Want het betoog van de heer Van Meijeren bestond, denk ik, kan een procentje naast zitten, maar voor 84,2% uit totale onzin. En eigenlijk verwacht ik van iemand met de achtergrond die meneer Van Meijeren heeft, namelijk als wetgevingsjurist, toch een betere duiding van de stukken die voorliggen als het gaat over dit pandemieverdrag. Ja, voorzitter, volgens mij als er één ding blijkt uit dit debat is het inderdaad dat ik de enige hier ben die een achtergrond heeft als wetgevingsjurist. Want ik heb mevrouw Thiele niet verder horen gaan dan het kabinet vertrouwen. Het kabinet zegt in de brief dat er geen soevereiniteit wordt overgedragen. Ja, nogmaals, ik vertrouw het kabinet niet. Ik heb in het hele coronaschandaal vaak zat gehoord dat er nooit een vaccinatiebewijs zou komen, dat er nooit voordelen zouden komen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Het is mijn taak om de regering te controleren. Dus ja, ik ben artikelsgewijs al die bepalingen doorgegaan. En wat staat nou in artikel 1? Dat die recommendations, dat element non-binding, wordt eruit gehaald. Het staat er expliciet. Wat staat er in artikel 13a van de voorgestelde wijzigingen? De landen die partij zijn, die erkennen de WHO als leidinggevende en coördinerende entiteit ten aanzien van internationale gezondheidscrisis en verbinden zich ertoe de recommendations op te zullen volgen. Ja, u knikt nee. U schudt nee. Kunt u alsjeblieft even dan nu aangeven wat er niet juist is aan wat ik zojuist gezegd heb? Of anders misschien toch ja gaan knikken? Want ik citeer hier uit de documenten die ik hier voor me heb liggen. Dus de enige die hier desinformatie verspreidt, dat is mevrouw Thiele. Ik zie dat ze blijft zitten, dus daarmee acht ik mij gelijk bevestigd. Dank u wel. De Bushoff. Dat zou wel een novum zijn, want elke keer dat Forum niet komt opdagen bij een debat en de rest van de Kamer dan gelijk heeft, dan heeft de Kamer meermaals gelijk blijkbaar. Maar goed, dat terzijde, voorzitter. Ik was even benieuwd of Forum voor Democratie kan aangeven wie er op dit moment met elkaar in onderhandeling zijn. Ja, dat zijn alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is een vertegenwoordiging in een international negotiating body. De Europese Commissie voert de onderhandelingen namens de EU-lidstaten. Ik weet niet of dit is waar de heer Bushoff op doelt. Voorzitter, zowaar best wel redelijk wat feitelijke informatie. Inderdaad, de lidstaten, hè, al die verschillende landen, die onderhandelen met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd, voorzitter, wat Forum voor Democratie dan, hè, die zeiden net, ik hoorde ze net zeggen van, ja, er is sprake van een soort samenzwering, een soort geheime samenwerking tussen meerdere mensen met een soort kwaadaardig doel. Dat hoorde ik eigenlijk net Forum voor Democratie zeggen over deze hele onderhandelingen. Heb ik dat goed gehoord? Nee, dat heeft de heer Bushoff niet gehoord. Ik heb er wel voor gewaarschuwd dat het heel onverstandig is om macht over te dragen naar een entiteit als de World Health Organization. Omdat de World Health Organization voor het grootste deel, volgens mij voor 5,8 miljard van de totale begroting van 7 miljard, wordt gefinancierd uit zogenaamde vrijwillige bijdragen die voor een heel groot deel worden opgehoest door de Bill en Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, Gavi, andere grote partijen uit de farmaceutische industrie. En het is ook niet alleen Forum voor Democratie die hier zijn zorg over uitspreekt. Ook in internationaal gerenommeerde tijdschriften wordt vanuit ook de medische wereld heel veel zorgen geuit over het beleid dat de WHO voert. Omdat dat vaak wel heel erg goed uitkomt voor al die farmaceutische bedrijven die hier heel veel medicatie mee kunnen verkopen en vaccins. Afrondend. Ja, voorzitter, ik stel vast dat feit is dat zelfs Forum voor Democratie erkent dat allerlei landen onderhandelen met elkaar en dat al die landen vervolgens een eventuele uitkomst daarvan kunnen ratificeren. Dat zijn de feiten. En de verdachtmakingen die Forum voor Democratie nu de wereld inslingert, dat zijn, ja, laat zich het beste definiëren. Ik heb het net even snel opgezocht. Een complot of een samenzwering is een geheime samenwerking tussen dus mensen met een kwaadaardig doel. Ja, oftewel, wat Forum voor Democratie hier de wereld inslingert is niet veel meer dan een complot. Ja, die begrijp ik niet helemaal, want er zijn weliswaar lidstaten en partijen die nu onderhandelen over het verdrag. Maar ik heb het over de tekst waarover nu onderhandeld wordt. De voorgestelde tekst, die draagt allerlei bevoegdheden en macht over aan de Wereldgezondheidsorganisatie. En ik ben hier juist om het kabinet aan te sporen om juist in die onderhandelingen erop in te zetten dat er geen bevoegdheden of macht worden overgedragen aan de WHO. Juist onder andere omdat de WHO gecorrumpeerd is.